psychiatrie bij de GGZE in Eindhoven is geschorst na onderzoek. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van klachten van huidige en oud-studenten over een onveilig leerklimaat. Dat meldt Omroep Brabant. De registratiecommissie geneeskundige specialisten hield de opleiding al nauwlettend in de gaten en heeft nu bepaald dat er tijdelijk geen nieuwe artsen in opleiding worden toegelaten. Volgens het tijdelijk besluit moeten ook de huidige 25 artsen die psychiater willen worden per 1 januari vertrekken. Dit ingrijpende besluit gaat voor de nodige problemen zorgen, zo laten verschillende deskundigen weten. Ja, even een grove benadering. Ik ga uit dat GGZE rond de 30 psychiaters in dienst heeft. Ja, niet exact, maar inschattend de grootte van de organisatie. Ik begrijp dat ze 25 opleidelingen hebben. Dus dat betekent dat ongeveer de helft van je psychiater capaciteit op non-actief zou komen. Die moeten de organisatie verlaten. Nou, dat is desastreus. Ja. Het zal de continuïteit van zorg in het gedrang brengen. Dat zou onvermijdelijk zijn. En de organisatie, ja, die gaat natuurlijk, kan haar contracten niet nakomen naar de zorgverzekeraar. Dat zou heel problematisch zijn. Dus er is alles aangelegen om de 5 maanden die resteren ervoor te zorgen dat de commissie vertrouwen krijgt. Dus het is eigenlijk een pittig signaal, beste mensen, aan de bak met de goede mensen waarin wij vertrouwen hebben. De GGZE laat weten dat ze een veilig werk en opleidingsklimaat essentieel vinden en dat ze er vertrouwen in hebben dat een gezamenlijke aanpak leidt tot opheffing van de schorsing en de ondertoezichtstelling ongedaan gemaakt wordt.